Ja, dames en heren, u zal wel denken, waar zijn we nou mee? We staan namelijk in Den Haag, in de Transvaalbuurt, dus logisch natuurlijk. Bij het dienst- en wijkencentrum van de Transvaal. Zo leuk zijn we namelijk een nieuw initiatief hier zo. Dat leek me leuk om daar eens mee op met wijkbeensreport. We gaan met de bus namelijk, er is een bus, zag u wel op het bord. En die haalt, zal maar zeggen, wat oudere mensen op, bejaarden en zo. En daar gaan we mee boodschappen doen. Want die mensen kennen zelf niet, geen boodschappen, die er geen vervoer of zo. Weet ik veel, of wat. In ieder geval, die mensen worden opgehaald. Dus leuk om dat mee te maken natuurlijk. U speelt ook voor een bejaarde ook. Ja, ik ben al bejaard. Oh, u bent een bejaard. Ja. Nou, dat komt helemaal goed uit. Ja, als u nou in, dan gaan we met uw boodschap. Hebben u boodschappen nodig? Jawel. Dan mag u met ons mee. Ga u maar in de bus zitten. Zijn er nog meer? Ben u ook een bejaarde? Ja. Oh, dan mag u ook mee. Leuk, hè? Nou, toevallig dat hij al 2 bejaarden is. We spelen even dat. Zijn niet geen bejaarden, maar we spelen even dat het bejaarden zijn. Nou. Daar gaan we, hoor. Ja, hè? Oké, zijn we er klaar voor? Daar gaan we. Zo, hè? Nou, daar zit er. U kan rijden, hoor, chauffeur. Er zit ook een chauffeur in, hè? Dat is zo makkelijk met deze. Ze zijn compleet met chauffeur, dus je hoeft zelf niet te rijden. We komen eraan, we gaan het tot even de deur dicht. Nou, jij hebt er wel helemaal voor gekleed, hè? Je ziet er zo uit. Ik moet vanmiddag uit eten, hoor. Oh, dat wist ik niet. Oppassen geblazen hier. Ja, je legt zo beneden. Je legt zo beneden. Je hebt ook al zo opgedirkt. Ga je ook weg. Ga je ook naar het Amstel Hotel vanmiddag. Waar gaan we ook alweer naartoe? Mevrouw Blok is er, hoor. Voorzichtig, hoor. Hoppa. Zit erin. Nou, we zijn compleet, hè? Ja. Wat ik ga doen? Heb je lang moeten wachten, mevrouw Blok? Ja, heel lang. Ik heb 9:30 af. Och, zo lang moeten wachten. Zijn we dat? Ja, ja. We zijn wel eens te laat, hè? En naar de markt, kennen ze ook. Oh, ja. Ja, dan gaan ze ergens een bakje koffie drinken, de mensen. En dan worden ze daar weer opgehaald. Ja, en gewoon naar huis. Goh. Ja. En als je daar gewoon, als je zegt van nou, ik wil even een uurtje naar de horen, dan kan je ook naar. Dat is mooi. Kijk, een schommeltje en een wippie. Dat zijn weinig herkenen. Wippies zijn veel leuker, hè? Wippie, ja, heb ik altijd gevonden. Maar je glijdt zo lekker, hè? Ja, je glijdt zo lekker, ja. Zo heerlijk weg. Ja, zo kan die wel weer. We gaan alleen maar boodschappen doen, want het is voor een gezelschap. Oh, hier zijn we al bij de. Bij de supermarkt. Oh, daar is het achterin. Ja. Oh, zo'n flinke supermarkt, hè? Oh, daar hebben ze wel wat. Ja, dat geloof ik best. Die is ook de tippelzone. De tippelzone. Ja, kom er maar uit, hoor. Voorzichtig maar. Oh, godzijdank, is hier iedereen. Ik kom er nog even. Ja, met die oude mensen moet je voorzichtig zijn natuurlijk. Die breken zijn, die breken gauw alles. Kom maar. Lies, hoe moet je dat erin stoppen? Gewoon erin stoppen, toch zo? Oh ja, goed zo. Hé, mag je daar overal mee helpen? Wacht even. Hij deed het. Oké. De flinke kar, hè? Daar kunnen we veel in kwijt, jongens. Laat die oude mensen erin door. Hallo. Ja, oké. Je moet gewoon zeggen. Ik ga voor de stap. Ideaal, hè, jongens. Hoe, hoe, hoe. Deze. Het behoort om zelf even wat te pakken, anders moet je voor ze doen. En voor je kunt er makkelijk bij. Welke moet je hebben? Deze. Ja. Oh nee, ik heb een Supra. Ja hoor. Supra, waar is Supra? Oh, ja, zoeken. Ja, natuurlijk. Daar geeft er nog maar eens nummer 2. Oh, ja. Ben u ook een bejaarde? Want het is er alleen voor bejaarden. Ja, ik ben ook een bejaarde. Nee, dan is het goed. Als je boven de 70 bent, hoor je bij de bejaarden. Maar je mag alleen maar bejaarden helpen, zo noemen. Maar kan niet. Oké, hoor. Oké. Mensen afblijven, niet overal aanzitten. Niet overal. Alleen wat je nodig hebt.
Dat is zo jammer, hè? Ze gaan overal in knijpen en dan komen er dadelijk andere mensen. Dan hebben we toch wel bij elkaar blijven. Wandelrijtje. Wat is het nou? Je maakt een hele loop door. Je maakt een hele opstop en er kan niemand meer door. Je moet mandarijntjes hebben, meneer Rijbeen. Mandarijntjes. Deze mandarijntjes? Ja, die zijn lekker. Ja, oké. Waarom pak je dat? Je kan toch zelf ook zo'n snetje pakken? Alsje, doe het zo. Stop. Ja, wacht maar, het is natuurlijk een doofe zaak. Hier, kijk eens nog, reclame ook. Hier, reclame. Voor 1,8. Voor een gulden, goedkoop zeg. Nou. Joh, voor een gulden. Ja, zeker goedkoop. Ja. Zeker, zeg maar, ben je wat extra mee. Voor een gulden, joh. Voor een gulden. Kost maar een gulden, joh. Kost een gulden, joh. Wat ik heb? Een gulden hier. Natuurlijk. Eentje. Ja, dankjewel. Door nog niet de boel zo ophouden, er staan nog meer mensen achter je. Komkommers zijn ook altijd makkelijk. Moet jij ook komkommers? Nee hoor, hoef ik niet. Zijn maar kleintjes. Ja, ik hoef het niet. Doet geen zeer, het is maar klein. Ik heb een goede ja, wel, toch? Maar ook komkommers. Lekker, lekker komkommers zo. Niet overal aanzitten. Nee, vaak nee, moet nee. Ik het daar nog zeggen. Doe het ook niet. Ik wou frietjes. Oké, heb ik nou aardappelen? Ja, ja. Mevrouw Blok heeft een taart, hoor. Ja, ja, heerlijk, ja, maar, hoor. Maar dat zagen we al toen ze binnenkwam. Ja, heb ik al gezegd. Ja. Doorlopen. Woe. Kom maar, het is voor je valide. Trek eens een beetje met je been. Je lijkt me vast bij, hè? Hé, je hebt erg ver genomen, hè? Nee, ze zijn er ingegooid. Je hebt er ingegooid. Wie gaat er al zoveel leven nemen? Wat moet je ermee? Ja, dat vraag ik me ook al wat je ermee moet. Oké, jij wel. Het is wel, Ja, je hebt alles weer opgegooid bij me, hoor. Dat krijg je niet, dat zie je wel, hè? Ik heb nooit van mijn leven zoveel boodschappen gehad. Nee, we zijn met z'n vieren. Ik ben het wel, meneer Wendy. Heb je voor het bijna een bejaardentehuis meegenomen? Ja, pak hem vast, hoor. Zijn wel gek op lever, hè, die bejaarden. Ja. Ze hebben graag lever allemaal, hè. Ja, die tas hoeft niet op, hoor, meneer Wendy. Ja, je moet alles gelijk. Maak maar een totaalbonnetje, hè. Zijn er bijna? Zijn er bijna. Oh, hè. En de taart, niet de achterhouden de taart. Nee, doe ik ook oh, niet. Oh nee, we zagen wel. Nee, nee. Hop, ik ga niet mee. Hoe moet ik die handen houden? Met koopzegels. Met koopzegels, ja. Oké. Okay. Mevrouw Blok horen het wel, hè? Ik ga je doen, lekker van de buiten. Oké. Dan gaan we Bussie weer zoeken, dan gooien we het zo meteen. Dan gaan we toch lekker compleet. Hè? Ja. Waar is Bussie gebleven? Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Ah, waar bleef je nou? Meneer Werbeek, waar moet ik nu alles betalen? Ja, iemand moet het betalen. Nou, niet gelopen mokken, het is wel leuk dat je mee mocht. Ja, maar dan heb je toch lekker spullen in huis en je mag er ook wat van hebben. Ja, mag ik er ook wat van hebben? Oh, dankjewel, dat vind ik echt leuk. Dan blijft die poppenbeurs nou ook. Dat mag ook zo'n bus, hè? Dat is alles met z'n wagen. Maar je bent wel de lul met zo'n bus, hè? Tijd, dan wacht in de kamer met z'n allen, hè? Tjonge jongen, zeg maar, we staan nou. Ik sta te bevriezen, we staan al ruim 20 minuten op die persbus te wachten. Nou. Nou, er zit niks anders op, jongens. Welke kant is de. Is het wijkcentrum die ja, kant? Ja, dan moet je daar. Die kant. Die kant. Nee, jongens, er is niks aan te doen, we kunnen ook niet op, kunnen ook niet op die bus gaan wachten. Kom op, dan maar. Nou, niet zeuren. Daar gaan we. Kom maar. Wordt lopen. Nou, je bent mooi de lul met die busservice, hè? Lekkere boodschappendienst. Sorry, jongens, hè. Wat een naam.